Kanaleiland kent verschillende grote muurschilderingen. Joost van Waard legt uit. Nou ja, mijn fiets- en wandeltochten door de stad heb ik ook af en toe wel eens geluk gehad. In Park Transwijk moest ik een keer omrijden omdat de weg was afgezet. En toen kwam ik zo'n beetje tussen de struiken ineens een enorm transformatorhuis tegen. Wat aan alle vier de kanten beschilderd is door Jan is de Man en zijn maatje Dave Feet. Die hebben van dat lelijke grauwe huis hebben ze een heel groot aquarium gemaakt. Met allerlei vissen erin en natuurlijk wel allemaal grappige details. Bij de viering van 900 jaar stadsrechten in 2022 was er een mooi project opgezet dat heet City Canvas. Dat waren vijf grote muurschilderingen die door vijf jonge Utrechtse kunstenaars gemaakt werden. En Samira Sharout die heeft hier op Kanaleiland een hele grote kleurige muurschildering gemaakt op een zijmuur aan de Columbuslaan. En voordat ze dat ging doen, moest ze even overleggen met de stadsecoloog. Want er zaten namelijk vleermuizenkasten in deze muur. En toen dacht ze, vleermuizen? Oh, dat doet me denken aan de zomers bij mijn oma in Marokko. Als ik daar 's avonds buiten zat en dan scheerden zo die vleermuizen om je hoofd. Dus toen heeft ze dat, die beperking als het ware van de vleermuizenkasten. Daar heeft ze een idee van gemaakt om daar prachtige vleermuizen op te schilderen. In een hele kleurrijke omgeving. Eén ding is zeker, deze muurschildering staat nog niet in mijn fotoboek. Jan is de Man is er momenteel mee bezig. Hij is afgelopen vrijdag begonnen. En we staan hier op het zonnepleintje achter de Magellaanlaan. En we zien hier ook weer de vogelhuisjes die hij alles eerder heeft geschilderd aan de Hopakker en de Hoge Noord. En dit is, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Best kans nog heel anders wordt dan wat we nu zien. Dit is maar dit is de basis die erop staat. En hou het in de gaten de komende weken. Hier bij de Adenauerlaan staat weer een hele grote muurschildering van Jan is de Man. En we zijn vlakbij het Amsterdam Rijnkanaal, vandaar dat hij het thema water heeft genomen. We zien een heleboel vissen die hier in het kanaal mogelijk zwemmen. Een grote onderzeeër die er vast niet is. Maar hij heeft er ook allerlei details in verwerkt. De biodiversiteit wilde hij benadrukken. En je ziet een periscoop van de onderzeeër die steekt boven water uit. En daar zit een oogje in. Wat een referentie is naar de spionageactiviteiten die de laatste jaren wel eens plaatsvinden in de landen. Onderin zie je nog een voetbal in het water liggen. Vlak naast de voetbal ligt nog een mandarijn. We zien een aantal rozen onder water. Want Kanaaleiland stond in de beginjaren bekend als het Rozeneiland. En als je goed kijkt, kan je nog wel allerlei andere leuke details erin ontdekken.